gevolgd was van vrij spannend. Hij maakte hier namelijk een blunder. Hij speelde hier f5. En dat is niet zo heel erg fijn. Over op 640. We zetten dat hij dus uit de wet had en moeilijk had gedaan, maakt hij zelf dus een fout. Dan heb je toch ergens een verband. Goed, ik kan namelijk gewoon pakken, b-maal. En daarom weer 6 spelen. Dan ben je nog wel omgedraaid. Want zijn pion is natuurlijk aanzienlijk zwakker dan die van mij. Hij heeft heel veel groepjes en het is wel een vrij pion, maar ik ben vrij dichtbij. En andere pion zijn nog zwak, zijn koning zwak. Dus er zijn wel mogelijkheden. Goed, hij speelt e4. Dame a6. Koning c7, dame a7. Koning d6 en dame e3. En opeens heb ik al zijn pionnen tegengehouden. Zo'n beetje zijn hele avond onschadelijk gemaakt. En heb ik zelf een vrije avond die er vandoor kan gaan straks. En als ze dame tegenhouden, kan ik hier wat pionnen gaan snacken. Dus het eigenlijk was 25 voor mij. Als we dame e5 schaken, ik speel c3. Ja, ik kan toch niet echt binnenkomen, dus dan een beetje naar voren die pion. Het is wel interessant om die dame wel erin te brengen. Want als je dat geforceerd een winst kan vinden in een pion eigenlijk, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Hier deed hij dame 4. Nee. Dat is op zich wel een logisch is natuurlijk. Hij moet wel iets aan spel creëren, hij moet een tegenaanval zien te krijgen. En belangrijk is, hij moet proberen om bij een koning te komen. En het zit hier redelijk dicht, maar als hij via deze kant erin kan komen, is het wel gunstig. Als hij op slaat, is hij meteen binnen. Maar als ik laat slaan, en er komt een dame naar 8 bijvoorbeeld. Het is wel tricky om nu die dame tegen te houden, om hem uit je stem te houden. Want doe je dat, dan kan hij bijvoorbeeld, stel voor dat je tegen gaat houden. Schaak even makkelijk. Ja, F4. Die. Maar nu, nu kan zwart toch proberen om via H1 en F3 met die pion te gaan lopen en zo. Opeens zijn we toch allemaal even zwart nog staan. Dus dit is wel iets wat je eigenlijk wil voorkomen als dit even kan. Dus dat ging ik maar proberen. Ik kan die uit 2 zetten. A4. Nou goed, met hem zo gaan we gaan, ik gok gewoon mijn eigen kansen. En als het niet lukt, nou goed, dan maar zetten halen of weer opschakelen of wat dan ook. Dame F4? Ja, en ik heb dame F4, dame D4, dat zijn er twee mogelijkheden. Dame F4, forceert niks, dat is een beetje nadeel. Nou. Ja, maar nee. Ja, hij moet wel dames houden inderdaad. Ja. Maar voor mij zet als E3 of zo zijn. Dat was lastig. Denk ik. Nee, ik weet niet. Dat was wel tijd in vier. Ik wil eerst even hier slaan. Dat maakt op zich niet uit. Nee, maakt niet uit. Dat toch? Denk ik niet. Mooi. E3. Nou, pak hem. Daar houden en dan in vier. Of wil je eens pakken? Nee, als je inderdaad namelijk pion speelt, dan stap je niet. Koning C2 nu, ja. Nee, koning C2, hè? Koning C2, ja. Dit wint wel voor dit, hè? Dit wint wel voor dit, ja. Ja. Oké. Dan gaan we beter naar huis leggen vandaag. Dat die avond gaat van lopen, dat is helemaal niet. Die stand van ons. Kijk. Nou, hier slaan we ook niet. Want dit kan altijd die pion ophalen en altijd nog een pieker van die blijft staan. Dus dat kan ook niet. Misschien koning dichtbij. Ja, gewoon. Dat is wel af te dingen. Ja, dan daarom op H2 lopen. Ik zou er op terug gebruikt van zijn, maar dat kan niet. Maar ik denk dat het helemaal gelijk is met dame D4. Maar de reden waarom ik dat had gedaan is dat ik sneller erachter was dan dame D4 voor mij won. Als die bijvoorbeeld hier zou slaan, omdat ik bij de andere kant achter was. Maar ik weet niet helemaal zeker waarom ik dat zo heb gedaan. En daarnaast heb ik dit gewoon geforceerd, want het is met schaak. En... Maar waarschijnlijk zit het inderdaad hetzelfde effect ongeveer. Zwart met de koning weg en dan sla je en dan heb je eigenlijk gewoon hetzelfde bereikt. Dus ik heb heel lang dame D4 zitten rekenen. En uiteindelijk besloten om het toch maar te doen. Nogmaals, A4 was gewoon een betere mogelijkheid geweest. Ik heb helemaal geen haast, ik sta prima. Maar ik wilde het, ja, ik was gewoon bang voor wat eventueel gekomen zou gaan. Zou gaan komen. En wilde dingen wat forceren.
Ik had het helemaal uitgerekend, maar ik had helaas één hutje gemist. Dat was vrij jammer. Maar ik was toch wel blij met mijn eigen berekening. In ieder geval niet zo slecht wat ik had gedaan.